Zo gaan de paarden de laatste 900 meter nu in en de leiding blijft voor Ithaca. Ithaca, aan de buitenkant daarnaast Mansa Newport. Daarachter aan de relingzijde Indian Horse. En die wordt gevolgd aan de relingzijde door Max Lady. Loopt geen meter te veel. Aan de buitenkant daarnaast ligt Mirage Dragon. Achter Mirage Dragon volgt dan Danny Brouwer met zijn... Uitgeschakeld nummer 3 galop. Milania Renka, en zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Tempo lijkt er wel een beetje uit vooraan, maar de tussentijd zal dat bevestigen. Of misschien wel ontkennen. Nee hoor, bevestigen. 1.19.5. En daar komt de aanval aan de buitenkant van Mirage Dragon. Mirage Dragon gaat driedik naar voren en probeert voor de bocht nog alle paarden voorbij te komen. Problemen daar voor Mansa Newport, die zich daar wat scheef maakt en wat terrein verliest in die bocht. En zo zijn de paarden halverwege de Tjada-bocht. Leiding in handen van Ithaca. Aan de relingzijde Indian Horse, die voor zijn doen een fantastische koers loopt, want hij is nog nooit bij de eerste paarden binnengekomen. Vandaag ligt hij daar wel. Daarachter aan de relingzijde wacht op ruimte Max Lady. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Er is weinig ruimte om te manoeuvreren. Het is in ieder geval niet de favoriet die doorzet. Ithaca leidt nog altijd. Daar komt Indian Horse. Indian Horse komt vrij. En Indian Horse met hele grote stappen gaat voorbij. En Indian Horse wint ook meteen. Indian Horse, Ithaca. En plaats 3 is voor Milania Renka. 17-5 voor de winnaar. En daar komen de voorlopige winnaars aan. Dat is zijn paard nummer 5, Indian Horse, met Bas Krebas. En die ging hier rond in de kilometertijd van 1.17.5. Comité kijkt nog naar de beelden, maar ondertussen door de eigenaren de Spangenhoeven feliciteren hun trainer en rijder Bas Krebas. Van Indian Horse, een 4-jarige bruine ruin van Igor de Lomande uit Ton Amouret. Gefokt in Frankrijk, in eigendom van de Spangenhoeven. Een trainer en rijder dus Bas Krebas. Hier een mooi staaltje vakwerk afleverde door de 7e koers te winnen, de prewensink.nl. Bas, mogen we zeggen dat dit het Spangenhoeven-effect is? Ja, dat lijkt wel. Wel heel verrassend, want die andere is thuis 20 meter beter. Ja, ik had deze nu voor het eerst dicht hoofdslaan, omdat hij zo lui is. En ik zei gisteren al, hij traint wel goed met een goede hartslag. Maar ik had niet gedacht dat we 1 en 2 zou worden. En hij wint het uiteindelijk nog zomaar. Hij, wat een koerspaardje. Het laatste bocht zit je met handen vol? Ja, handen vol. Ik denk, dan moet ik er wel uit en even goed manoeuvreren, maar... Hij vloog naar huis. Nee, super. Verrassend voor mij ook. Hoor. Klasse en ook zijn startsnelheid. Had je die wel verwacht? Nee, hij ziet voor het eerst in zijn leven in een auto. Dus ik wist helemaal niet hoe hij het zou doen van huis uit. Nee, super tevreden. En ja, het is allemaal dezelfde vader als Eckler. Hè? Deze twee keer. Het is ongelooflijk. Hartstikke mooi. Het geeft aan dat je een paard uit Frankrijk kan kopen en die nog wel te verbeteren valt. Ja, ik geloof dat deze 1500 kostte. En dat heeft hij nu al bijna weer terugverdiend. Ja, en zo lang hebben we hem nog niet. Super Bas. Ja. Prachtige winnaar die goedlachs wordt omarmd, Indian Horse. Ging hier rond in 1.17.5. Had nog geen record achter zijn naam staan, maar deed al wel een herkwalificatie in Frankrijk in 16. Liep voor het eerst achter de startauto hier in Wolvega en wint gelijk de prewensink.nl. Tweede werd de 7 Ithaca, derde de 6 Milania Renka, vierde de 2 Max Lady en vijfde de 1 Loverboy van Assen. 5, 7, 6, 2, 1 is officieel in koers 7 de prewensink.nl. En winnen is altijd mooi, maar als je het niet verwacht, dan is winnen nog extra mooi. Dat overkomt de Spangenhoeven en Bas Krebas. Foto's zijn gemaakt en dan is de laatste ereronde voor paard nummer 5, Indian Horse met Bas Krebas. Start valt en begint met wat mispasjes voor OSJ's Lover. En de leiding wordt heel makkelijk genomen door Indian Horse. Indian Horse, plaats 2 daarachter is voor de trainingsgenoot Ithaca. En daarachter op de derde plek aan de relingzijde ligt
Manza Nieuwpoort met Robin Bakker. Vierde plaats is voor de favoriet Mirage Dragon. Zo aan de paarden de bocht, hoor. Vijfde plek is voor Danny Brouwer met Millennia Renka. Die wordt gevolgd door Ruud Pols, Loverboy van Assen. En daarachter volgt dan nog één deelnemer en dat is Max Lady. Paarden de rechte lijn overzijde. Minima neemt over van zijn werkgever. Het is Itaka die voorbij gaat aan Indian Horse. Komt de eerste 500 meter op de klok. Eens kijken wat die paarden lopen. 13-7 de beginnersklasse. Dat is pittig genoeg. Andere paarden sluiten nu aan. Op de derde plaats Manza Nieuwpoort. Vierde plaats is voor Mirage Dragon. En vijfde ook vlak daarachter ligt Millennia Renka. En dan het laatste groepje van drie. Dat wordt aangevoerd door Loverboy van Assen. Daarachter springt nu weg Max Lady. En aan de binnenkant, Max Lady gaat aan de binnenkant naar voren. Het paard dat springt is OSJ's Lover. OSJ's Lover op achterstand. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. Leiding in handen van Itaka. Itaka met een lengte. Aan de buitenkant komt naar voren Manza Nieuwpoort. Daarachter aan de relingzijde ligt Indian Horse. Mooie uitgangspositie voor de favoriet. Tussentijd 20-6. De favoriet ligt vierde aan de buitenkant. Mirage Dragon. En vlak achter hem ligt ook in het tweede spoor Millennia Renka. Zo gaan de paarden de laatste 900 meter nu in. En de leiding blijft voor Itaka. Itaka aan de buitenkant daarnaast Manza Nieuwpoort. Daarachter aan de relingzijde Indian Horse. En die wordt gevolgd aan de relingzijde door Max Lady. Loopt geen meter te veel. Aan de buitenkant daarnaast ligt Mirage Dragon. Achter Mirage Dragon volgt dan Danny Brouwer. Met zijn... Uitgeschakeld nummer 3 galop. Millennia Renka, en zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Tempo lijkt er wel een beetje uit vooraan, maar de tussentijd zal dat bevestigen. Of misschien wel ontkennen. Nee hoor, bevestigen. 1:19:05. En daar komt de aanval aan de buitenkant van Mirage Dragon. Mirage Dragon gaat drie dik naar voren en probeert voor de bocht nog alle paarden voorbij te komen. Problemen daar voor Manza Nieuwpoort, die zich daar wat scheef maakt en wat terrein verliest in die bocht. En zo zijn de paarden halverwege de Tjada-bocht. Leiding in handen van Itaka aan de relingzijde Indian Horse, die voor zijn doen een fantastische koers loopt, want hij is nog nooit bij de eerste paarden binnengekomen. Vandaag ligt hij daar wel. Daarachter aan de relingzijde wacht op ruimte Max Lady. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Er is weinig ruimte om te manoeuvreren. Het is in ieder geval niet de favoriet die doorzet. Itaka leidt nog altijd. Daar komt Indian Horse. Indian Horse komt vrij. En Indian Horse met hele grote stappen gaat voorbij. En Indian Horse wint ook meteen. Indian Horse, Itaka en plaats 3 is voor Millennia Renka. 17-5 voor de winnaar.